Ik kom er ook hier mee. Wil je nog meer pepernoten? Hij houdt zijn zak al toe. Zeg me daar, hè. Mijn is een zakje. Het grote Sinterklaasfeest voor gezinnen van de voedselbank. Ja, waarom? Vorig jaar bleek er al wel een behoefte aan te zijn. Tenminste, kwamen we op het idee, Lucien van de Buitenzoos en ik, om toch wat te doen voor de kinderen van de voedselbank. En dat bleek eigenlijk wel een groot succes te zijn. En het is toch heel sneu dat heel veel kinderen met Sinterklaas toch ook geen cadeautjes of iets hebben. En we hopen hiermee dat ze dat in ieder geval wel hebben. En dat lukt ons aardig dankzij allerlei sponsoringen van bedrijven. Dus daar zijn we heel blij mee. Straks komen de kinderen met hun ouders of verzorgers binnen. Wordt ontvangen met koffie, thee, ranja, speculaas van de stadsbakker. En dan gaan we straks een geweldige voorstelling geven hier voor ze. En afloop krijgen ze een enorme tas vol met cadeautjes mee van de Sinterpiet. En dan twee van jullie moeten even bij de deur staan, dat ze daar kunnen staan. En de andere twee... Jullie hebben een toneelstuk geschreven? Een musical. Want alle drie de disciplines komen erin voor. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat aangepakt? We zijn eerst eigenlijk gaan bedenken wat een leuk verhaal zou zijn om aan de kinderen te laten zien. En daarna hebben we liedjes erbij gezocht die het verhaal zouden versterken eigenlijk. Sinterklaas is een beetje verdwaald. Ja, het is heel jammer. Ja. Maar misschien komt het wel goed. Misschien, dat hopen we maar. Dat hij op tijd komt. We werken eraan. Ja. Vandaar ook de oortjes, we zijn druk. Ja, contact en zo, contact. We proberen dat hij op tijd komt. Maar... Ja. Zenuwachtig. Weet je wel. Ja, ik zit zelf bij de techniek en dat vind ik spannend. Sinterklaas, je bent toch terecht. Sorry, u bent toch terecht gekomen. Gelukkig wel. We hebben een dag met omzwervingen gehad, maar waren nog net op tijd voor het grote Sinterklaasfeest. Dus we zijn heel dankbaar dat alle mensen hebben mee willen werken om er zo'n mooi feest van te maken. Maar u heeft het wel druk, hè? Nu veel snabbels natuurlijk. Wat is de volgende snabbel? Nou, Sinterklaas noemt dit natuurlijk geen snabbel. Sinterklaas valt dit allemaal onder werk. En inderdaad, ik lijk wat oud en traag, maar ik kan zeer snel van, zoals u dat zo mooi noemt, snabbel naar snabbel.